maakte mijn eigen club in FIFA. En in het eerste seizoen wist ik ze al naar de 6e plek te krijgen. Maar dit betekent niet dat dit een makkelijk taakje wordt. Uiteindelijk willen wij namelijk gaan voor die Champions League. Dus Pato FC is terug voor nog een seizoen. Een nieuw seizoen betekent gloednieuwe tenues. En jullie weten het misschien nog niet, maar ik heb een deal weten te scoren met mijn tweede YouTube kanaal. Link in de beschrijving. Zij sponsoren dit jaar Pato FC. Maar dat is ons hoofdsponsor. We moeten ook kijken naar ons shirt te sponsor. Vorig jaar hadden we een contract lopen met New Balance. En die hadden staan als we het linker rijtje zouden bereiken dat we een extra budget kregen. En dat is ons gelukt voor een extra kleine 3 miljoen euro. Maar dit seizoen, waar gaan we voor? We hebben Kappa die binnenkomt met een offer van 3 miljoen euro. En alles wat we hoeven te doen is weer eindigen in dat linker rijtje. En aangezien we vorig jaar 6e zijn geworden, is het echt een heel goed aanbod. New Balance is terug en ze geven ons 4 miljoen als we het voor elkaar weten te krijgen om in de top 3 te komen. En we krijgen sowieso al 6 miljoen om met hun te tekenen. En dit is de meest interessante. Ik wil gaan voor New Balance. En ik hoop dat jullie er klaar voor zijn, want dit tenue is bizar. Moet je kijken. Ik hou van het ontwerp. New Balance is nog wat simpel, maar hoe verder we komen in deze career mode, hoe vettere tenues we kunnen krijgen. Ook zijn we nog steeds een kleine club in de Eredivisie, dus ons stadion blijft nog hetzelfde. Nieuw seizoen en ik heb er zoveel zin in. En vergeet niet, dit jaar komt er een nieuwe speler bij kijken. Speler met veel ervaring die terugkomt naar Nederland. Memphis Depay. Welkom bij ons team. Ik ben zo blij dat we hem kunnen gebruiken. En ik wil eigenlijk Pieter Peters niet opgeven. Maar ja, Memphis is toch wel een stukje beter. Misschien is het een idee om dit jaar met twee spitsen te gaan spelen. De budget van New Balance hebben we dit jaar ook 10 miljoen om te besteden. En dat hebben we hard nodig. Want ons team kan veel verbeteringen gebruiken. En weet je, nu we een jaartje in de Eredivisie hebben overleefd, denk ik dat het wel tijd is om ons iets netter te kleden. Misschien een leuk pak. Ik bedoel, nog niet het meest luxe, maar we laten in ieder geval zien dat we komen om te winnen. We zijn terug op de Twitterpagina waar we een tijdje niet zijn geweest. En we zijn up-to-date, wat ze hebben serieus gepost. Welkom Memphis Depay bij Pato FC. Dit wordt een seizoen om nooit te vergeten. Jullie hebben allemaal sponsors achtergelaten. Eigenlijk heeft niemand contact opgenomen, behalve mijn tweede kanaal. Jullie hebben me ook tips proberen te geven, zoals Jent hier. Volgend seizoen kreeg je geld van de Eredivisie. Probeer naar mijn jonge talenten te kopen. Ja, dat is een hele goeie. En ook op YouTube hebben jullie massaal gevraagd of alsjeblieft deze serie terug mag komen. Dus vanaf nu gaan we hem aanhouden. Maar hij komt wel op het tweede kanaal. Dus abonneer daarop. Niet echt persvragen deze week. Althans, Saraam vraagt: denk je dit seizoen in de top 4 te gaan eindigen? Vorig seizoen hebben we ontzettend veel weten te bereiken met dit team. Maar laten we eerlijk zijn, het is gewoon nog niet waard om in de top 5 te staan. Top 5 is ver gevraagd. New Balance wil het ook. Dus ik ga wel echt mijn best doen. FIFA's Fun vraagt: wat zijn de verwachtingen voor komend seizoen nadat je 6e werd? Eigenlijk willen we dit seizoen herhalen wat we vorig jaar hebben gedaan. En in die top 10 komen. Jongens, jullie moeten begrijpen dat 6e echt geen normale start is voor een club. Heel eerlijk had ik verwacht dat we tussen de 15 en 18 zouden eindigen. Maar het werd een goed seizoen en we hadden talenten die opstoomden. Ook hebben we ons versterkt met de hulp van Ruiz. En dit jaar Memphis Depay. Dus waarom niet? Ik denk dat we ver kunnen komen. Nick van der Dan vraagt: ik heb een gerucht gehoord dat Pato FC geïnteresseerd is in de jonge keeper Dennis Simon. Zoals je zelf al zegt, het zou wel een goede optie zijn voor de toekomst. Maar voor nu, Meijer is de man in vorm en onze captain. Ik bedoel, de man is 24 jaar oud. Op dit moment is hij misschien wel de belangrijkste speler in ons team. Vooral met alle jeugd eromheen. Nu moet ik zeggen dat de aankoop van Memphis dat misschien verandert, maar voor nu ben ik niet van plan om Meijer te vervangen. En ik denk dat hij zelfs met ons mee kan groeien tot het einde. Dat waren eigenlijk de persvragen alweer. Heb je nou nog een vraag? Laat het achter in de reactie. En dan kan ik er de volgende keer op reageren. Ik wil dit jaar eigenlijk op zoek naar een nieuwe linksback. Want ja, de Vries doet het gewoon niet. En met 10 miljoen moet dat toch wel te doen zijn. Wat dacht je van de Belg Kiriani Sabbe? Het team wil hem niet verkopen. Maar hij heeft een release clause. Dus we kunnen hem gewoon skippen. En gewoon gelijk met hem onderhandelen. Sabbe, welkom bij Pato FC. Sabbe in ons team is al een flinke upgrade. We moeten kijken voor nog iemand. En het liefst een centerback, want Jacobs wordt al oud. Die gaat niet echt meer groeien. En we moeten ook niet vergeten om contracten te verlengen. Dat is heel belangrijk, vooral met een Memphis. Dat is wel iets waar we budget voor moeten overhouden. Er zijn veel spelers op de vrije markt gekomen, dus daar wil ik even tussen gaan kijken. Ik wil niet al mijn spelers hier vandaan halen, dus laten we één iemand kiezen, want anders wordt het echt te snel overpowered. Ik wil gaan voor Felipe Castro, een Braziliaanse verdediger. 18 jaar oud en al zo'n talent, Castro. Perfect voor ons elftal. En voor nu wil ik het zo laten, want ik wil wat budget overhouden en gewoon kijken hoe ons team presteert voordat we überhaupt meer spelers gaan tekenen. We moeten ook niet vergeten dat we nog spelers hebben in de jeugdacademie. Marcel van Dijk ziet eruit als een opkomend talent. Ik wil verder kijken voor spelers, maar over 3 dagen is de wedstrijd tegen Twente al. De openingswedstrijd van het seizoen en wat voor één. Ik ben benieuwd hoe ver we dit jaar kunnen komen in de Eredivisie. Dus trouwens benieuwd was, dit is hoe ons tweede tenue eruit ziet en ik vind hem echt heel clean. Het is tijd voor
voor het debuut van Memphis Depay. Swiderski legt hem af. Daar is Eiting. Wat een redding van Meijer. Van Dijk stuurt Memphis weg. Daar gaat Depay. Gelijk al aan de andere kant. Memphis Depay voor zijn debuutdoelpunt. Welkom terug in Nederland. Memphis Depay. Vorm. Swiderski. Swiderski, Meijer. Oh, voorbij Castro, dan voorbij Congolo. En dan is het 1-1. Wie minder dan Storm. En Twente bleef aanvallen. Eiting, bal voor. Kopbal voor Meijer. Tweede instantie wel. Bal tussendoor. Swiderski legt hem klaar. Dan is het 2-1 Twente. Laat in de wedstrijd. En verliezen wij onze eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen. Zelfs met Memphis Depay krijgen we het niet voor elkaar. Ik denk dat ik jullie hulp nodig heb. Want we hebben een linksmid, een rechtsmid, een rechtsback nodig. We hebben nog 5 miljoen. Dus we kunnen wat binnenhalen. Maar jullie moeten me echt helpen. Dat bewaren we wel voor de volgende aflevering. Want ik wil door jullie reacties heen kunnen. Maar wat we nu wel kunnen doen. Is even een kijkje nemen in onze jeugdafdeling. Want Cedric de Vries bijvoorbeeld ook. We hebben een aantal talenten rondlopen. Maar dan moeten we ze wel blijven trainen natuurlijk. We hebben ook nog een scout lopen. Dieter Karner natuurlijk. Die wil ik ook weer wegsturen. En dit keer wil ik hem eigenlijk naar Portugal sturen. Voor 9 maanden. Misschien kan hij ons de volgende Ronaldo brengen. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met een aantal goede spelers. Wedstrijd nummer 2. We moeten nu echt winnen. Nu komt Fortuna. Kai Sierhuis. Lopje. Nope. Over. Rossier tussendoor. Nope. En dan de redding van Meijer. Sierhuis. Sierhuis nope. Van afstand. Meijer. Maar de eerste grote kans komt pas in de 60ste minuut. Osjakoub. Osjakoub. En die jaagt hem binnen. 1-0. En kort daarna hebben wij een respons. Ruiz. Van Dijk. Memphis bereikt. Memphis jaagt hem keihard binnen. En als Memphis dan weer doorbreekt. Met wat snelheid ertussendoor. Memphis Depay. Korte hoek. 2-1. Is het nog niet voorbij? Halilovic. Halilovic op de paal. En dan de rebound is Meijer. Memphis. Oh, voorbij zijn man Memphis. Kan die nu versnellen. Langs iedereen. Daar gaat Memphis voor zijn eerste hat-trick. Terug in de Eredivisie doet hij. In de allerlaatste minuut schiet Memphis Depay Pato FC op voorsprong. En verliest Fortuna Sittard thuis. Van Pato FC. Heel blij met dat resultaat. Vooral met onze nieuwe aankoop Memphis. Die 3 keer scoort. En hij gaat belangrijk zijn in de volgende wedstrijd. Tegen Feyenoord. De Vries van afstand. Redding Willerreuter. Stengs legt hem af. Ivanusic. 1-0 Feyenoord. Al vroeg in de wedstrijd. De Vries. De Vries. Dan maar zelf. En dan Willerreuter. Memphis. Memphis! Vrije trap. Hancho legt hem klaar. Het schot van afstand in de handen van Meijer. En zo eindigt deze wedstrijd. En verliezen wij thuis van Feyenoord. 3 wedstrijden gespeeld. We staan 13e net onder Ajax. Ik weet dat we nog geen conclusies kunnen trekken. Maar dit gaat niet de goede kant op. En dat is precies waarom deze wedstrijd tegen PEC Zwolle zo belangrijk is. Maar Memphis. Memphis over de keeper heen. Ja! 1-0, maar het is buitenspel. De Vries. Klaarleggen voor Memphis Depay. 1-0. Wie anders dan hij? De man van het moment. En zo eindigt deze wedstrijd. We winnen 1-0 van PEC. Ondertussen wisten we ook niet te winnen van Sparta. En dat betekent na 5 wedstrijden dat we pas 6 punten hebben. En dat is echt verschrikkelijk slecht. Dit is niet waar we willen zijn. We willen een stuk hoger staan. We willen in de top 5 staan. Tot nu toe is het niet helemaal Memphis die de hele Eredivisie overneemt. Maar geef het tijd. Hij moet even wennen. En we moeten ons team natuurlijk nog verbeteren met behulp van jullie. Dus met die 4 miljoen, wie moet ik halen? Een linksmid, een rechtsmid, een rechtsback. Wie moet ik halen? Dus maak je klaar. Ik heb jullie reacties nodig. En abonneer even op mijn tweede kanaal, want daar komt deze serie vanaf nu op te staan.